is Marijn. Gymleraar Ton Kallenberg om de basketbalvereniging BS Leiden op te richten. Dus de band met Bonaventura en het Leidse basketbal en naderhand met het topbasketbal is een hele belangrijke. En nogmaals, de basketbalvereniging heet nog steeds BS Leiden. In 1986 is het topbasketbal in Leiden gestopt en in 2006 zijn wij weer opnieuw begonnen. En toen hadden we een uitgangspunt. We wilden wel een hoofdsponsor hebben, maar ook een grote brede businessclub. En ook heel duidelijk dat maatschappelijke verhaal, dat moest daarbij betrokken worden. En vanaf het eerste uur, en daar zijn we nog steeds trots op, is Zorg en Zekerheid de hoofdsponsor. En ja, daarvoor zijn we natuurlijk vandaag hier bijeen. Om weer een vervolg aan onze samenwerking te geven. En voor ons extra belangrijk om het hier te doen, omdat wij ook de afgelopen jaren enorm hebben geïnvesteerd en samengewerkt hebben met school en inmiddels met ook de basisscholen van school, niet alleen de brugklassen, maar ook de basisscholen van school. En dat is een behoorlijke samenwerking geworden, dus wij zijn daar eigenlijk wel heel erg trots op. Nou ja, dat is voor Zorg en Zekerheid heel belangrijk, want kijk, natuurlijk zijn we heel graag hoofdsponsor van ZZ Leiden. En wij geloven erin, kijk, bewegen zien en topsport zien, dat stimuleert ook om zelf te gaan bewegen. En dat is essentieel. Dat zien we in deze coronatijd. Juist doordat we te weinig bewegen. Nou, dan krijg je de coronakilo's. Ik kijk niet naar jou, Marcel, maar toch. Valt mee, hè? De coronakilo's. Maar kijk, je ziet gewoon als je gezond bent, dan kun je ook meer hebben. En dat is essentieel. En als we dan met elkaar dat bewegen kunnen stimuleren, is geweldig belangrijk. Nou, dat is hier begonnen ook, op deze school. Maar dat doen we inmiddels breder. En dat vind ik mooi. Kijk, ZZ Leiden wordt groter, hè? Slaat zelfs zijn vleugels uit naar België. Maar dan is het ook belangrijk om verder dan Leiden eigenlijk beroemd te worden, zeg ik dan maar. Dus het is belangrijk om eigenlijk in de hele regio een goede basis te krijgen. Maar dus daarin lopen we gelijk op. Door op meerdere scholen dat bewegen te stimuleren. En ja, dat kunnen we met dit contract ook handen en voeten geven. Ja, we hebben eigenlijk al jarenlang een relatie met ZZ Leiden, zoals je weet. En die wilden we graag doorzetten, zeker in deze coronatijd. Want dat is extra lastig voor de club en dan willen we juist achter hen staan. We trekken toch een beetje het oude contract door naar de toekomst toe, maar wat verder wordt uitgebouwd. We hebben al jaren ook de maatschappelijke relatie die wij inhoud geven. Dat doen we onder andere met deze school. Maar dat doen we nu ook met meer scholen. We gaan het verder uitbouwen. Dus ook Alphen aan den Rijn, Amstelveen. Want dat is belangrijk om kinderen eigenlijk te helpen om te gaan bewegen. Mm-hmm. Nou, hier is natuurlijk ooit ontstaan. Hè? Dat is al een hele mooie band. Maar daarnaast heeft ZZ Leiden met ons een contract om bewegen in de scholen te bevorderen. We hebben laatst een multicourt geopend bij Visser het Hoofd. Ook daar wordt sport heel erg mooi bevorderd. Mm-hmm. Ook op de basisscholen. Ze hebben tal van projecten waardoor kinderen meer gaan bewegen. En samen met de gemeente hebben we onlangs veel subsidie binnengehaald. Ook voor meerdere scholen in Leiden. Om over 2 jaar het vak bewegingsonderwijs nog meer aan te kunnen bieden aan alle kinderen in Leiden. En volgens mij is dat heel belangrijk. Het is vooral meer bewegen. Hè? Dus meer sport. Hè? Waar je normaal 3 kwartier had in de week, moet het als het ware gaan verdubbelen. Dus meer sporten, meer bewegen en vooral ook meer samen bewegen. Dus daardoor ga je meer samenwerken, daardoor een beter samenleven als het ware. Dat is eigenlijk de bedoeling. Wij willen gewoon landskampioen worden en de Nederlandse beker winnen. En met ingang van dit jaar gaan wij ook samen met de Belgen, en dat heet dan de B-Next League, gaan wij samen kijken of we ook Benelux of Benenkampioen kunnen worden. En dat zal niet meevallen, want het niveau in België en zeker waar het over financiële middelen gaat, dat is aanzienlijk hoger dan in Nederland. Aan de andere kant, dat is een mooie uitdaging om naartoe te werken. Dus ik denk dat voor basketbal zowel in Nederland als in België een enorme goede uitdaging en een stap voorwaarts is. Dus een mooie toekomst. Thank you.
bevalt het eerste seizoen bij ZZ Leiden? Het seizoen bevalt goed. Ik leer veel. Ik krijg meer kansen dan vorig jaar. Vorig jaar ben ik beter geworden en nu kan ik het een beetje toepassen. Dus het gaat steeds beter. Ja, want vorig jaar speelde je bij Heroes Den Bosch. Wat waren voor jou de overwegingen om naar Leiden te switchen? Ik denk een betere opportunity, zo gezegd. Ik had een, dat ik hier meer kansen zou pakken. En gewoon een goede stap. Ook een goed team. Ja, kampioen geworden natuurlijk, dus ja. Nou ja, je zegt al meer kansen, maar je creëert die kansen misschien zelf, ja. En je pakt ze ook. We zien dat de coach je steeds vaker inzet bij wedstrijden. En niet alleen als de wedstrijd al is beslist, ook vroeg in de wedstrijd. Hoe kijk je daar tegenaan? Was dat jouw doel voor dit jaar? Ja, het is natuurlijk mijn doel om meer minuten te maken en proberen mezelf eigenlijk te bewijzen. En ook in de training steeds harder te gaan, zodat ik ook het vertrouwen van de coach wil krijgen. En, meer confidence te krijgen eigenlijk in mijn spel. Nou, want wat me opvalt als ik je zie spelen, je bent niet bang om je acties te maken. Je gaat rustig je drive maken naar de basket. Als je een driepuntspoging krijgt, je neemt je schot vlot als het een open schot is. Is dat iets wat altijd al in je spel zat of is dat iets wat steeds meer ontwikkeld wordt? Dat is iets wat steeds meer ontwikkeld wordt, want ik weet nog dat ik de afgelopen jaren was ik een beetje, had ik niet zoveel confidence in mijn spel. Maar steeds dat ik met profs ga spelen en ga trainen ook, boost mijn confidence ook. En vandaar dat ik in de wedstrijd als ik kom, probeer ik gewoon rustig te beginnen en steeds op te bouwen. Om mijn kans te pakken als ik die krijg. Wat zeggen de profs of de wat meer ervaren mensen tegen je? Zeggen die ook van joh, gewoon je actie maken? Ja, zeker. Daarvoor krijg ik ook meer confidence. Ja. Ik zie dat hun het doen en het lukt hun, dus waarom zou het mij ook niet kunnen lukken? Nou ja, dat is ook de juiste instelling, denk ik. Je kan er alleen maar van leren. Als je naar je eigen spel kijkt, je zegt net al van ik ben vooruit gegaan afgelopen jaar, dit jaar nog meer. Wat zijn voor jou aandachtspunten waar je denkt van hey, daar moet ik echt dingen aan verbeteren? Eén ding wat me echt opvalt is het nemen van besluiten in de offense. Bijvoorbeeld, ik denk misschien iets te lang na wanneer ik de bal krijg, maar snelle beslissingen nemen, de juiste beslissingen. En echt ervoor gaan, zeg maar 100% naar die ring gaan bijvoorbeeld, niet twijfelen, maar gewoon echt zo hard mogelijk. En ook natuurlijk meer confidence spelen, ik ben nog lang niet daar waar ik moet zijn. Gewoon zelf blijven bewijzen. En fysiek, je bent 2 meter 2 geloof ik? 2-3. Zit je flink ook aan de gewichten? Of, Ja, maar ik ben nu bezig met een goed meal plan, heb ik gekregen van de diëtist. Dus, ik ben echt bezig met mijn lichaam, ook breder, sterker te worden en iets zwaarder te gaan wegen. Is dat ook iets wat je meekrijgt van je ploeggenoten, van let op je voeding? Of is dat echt iets wat je zelf ook bedacht hebt van, hey, ik moet daar iets mee? Het is iets wat ik zelf ook echt bedacht heb, want ik zie het ook dat ik soms een beetje tekort kom. Bijvoorbeeld als ik in de paint bijvoorbeeld wil scoren op een iets grotere man, dan zie ik dat ik toch tekort kom aan kracht, zeg maar. Ja. En ik wil een beetje ook die strijd aan kunnen gaan met grotere spelers. Ja, een beetje massa erin kunnen gooien. Wat voor ambities heb jij met basketbal? Je speelt nu bij een profclub, je krijgt steeds meer minuten. Wat is het pad voor jou? Voor mij het pad is eigenlijk zo goed mogelijk worden. Mijn spel echt verfijnen. Skill-wise, IQ wil ik echt beter hebben, zeg maar. En zo hoog mogelijk komen in basketbal. Heb je ook ambities voor om naar het buitenland te gaan of voorlopig nog niet? Ja, die heb ik zeker. Kijken hoe lang ik in Nederland blijf en misschien als het uitkomt, we gaan het buitenland vinden waar ik op hoog niveau kan spelen. Hey, zondag spelen we tegen Heroes Den Bosch, hadden we het al even over eerder, je oude club. Is dat nog speciaal voor je, dat je denkt van hey, ik wil iets laten zien of meer van we moeten gewoon die wedstrijd winnen? Eigenlijk moeten we gewoon die wedstrijd winnen. We hebben de eerste keer daar gespeeld en nu is het eigenlijk gewoon een ander team dat we moeten verslaan. Ja. Succes zondag en succes met je verdere carrière. Ja, dankjewel. Geert, welkom. Allereerst nog een gelukkig nieuwjaar. Ja, hetzelfde. Ja. Beste wensen. Heb je het in Leiden kunnen vieren of ben je ergens anders toe? Wat heet vieren? Ik denk dat niemand het echt heeft kunnen vieren. We hebben het met familie in beperkte kringen, zoals ons opgedragen is, gevierd. Ja. Maar echt een groot feest kan natuurlijk niet.
Maar we hebben een nieuwjaar goed binnengebracht, gezond, gelukkig. En ja, dan hopen dat 2022 voor jou en voor mij en voor iedereen ZZ Leiden ook succesvol mag zijn. Zeker, zeker. Hey, we zitten aan het begin van een behoorlijk drukke maand. 9 wedstrijden maar liefst deze maand. Hoe bereid je je team daarop voor? Ja, wedstrijd voor wedstrijd. Ja. Ik denk dat weinig mannen in het team, inclusief coachingstaf dan, vooruitkijken naar de eerstvolgende wedstrijd. Dus we hebben nu Den Bosch zondag. Iedereen weet wat waar we daarna naartoe moeten, maar we hebben ons nog niet voorbereid. We bereiden ons voor op Den Bosch op dit moment. Ik heb jullie zien trainen tussen kerst en nieuwjaar en ik moet zeggen dat was best pittig. Is dat nou het verschil tussen de topteams en wellicht de andere teams die vrij af hebben gegeven aan de spelers? Nee. Ik kan niet in de keuken of de woonkamer of in de kleedkamer kijken van de tegenstanders. Ik weet niet, jij maakt de scheiding tussen de topteams en de teams onder de top, laten we het zo formuleren. Nogmaals, van beide groepen weet ik niet wat zij tussen kerst en Altonie hebben gedaan. Ik weet alleen wat wij hebben gedaan. Je hebt daar wat van mee kunnen krijgen. Omdat we natuurlijk ook kerstcadeautjes hebben uitgedeeld aan de grote sponsoren. Daar was jij bij. Dat was een momentopname. Dat was één training. Ik ben natuurlijk wel eens vaker bij de trainingen. Maar wij proberen, denk ik, iedere training op hoge intensiteit af te wikkelen. Dat hebben we tussen kerst en Elton Nieuw zoals altijd ook gedaan. We hebben wat nieuwe dingetjes kunnen toevoegen, tactisch gesproken. Maar we hebben de intensiteit hoog gehouden. Nogmaals, ik weet niet wat de andere teams hebben gedaan, maar ik neem aan dat de teams met ambitie doorgetraind hebben. Ik zal niet vragen naar de tactische dingen, dat mogen de tegenstanders zelf ervaren. Wellicht dat we op een volgende interview daarop terug kunnen komen. Okay. Het is me ook opgevallen dat wanneer de wedstrijd het toelaat, je lekker doorwisselt. In het verleden betekende dat nog wel eens dat een voorsprong wat terugliep, maar we zien nu ook dat de jonge bankspelers zich eigenlijk goed staande houden en misschien zelfs voorsprongen kunnen uitbreiden. Ben je tevreden met die ontwikkeling? Ja, zeker. Ik wil een nuance aanbrengen in die omschrijving van de ontwikkeling. Ik denk dat wij zeker met 8 man spelen, soms met 10 man, dat is niet alleen afhankelijk van een voorsprong. Dat is de nuance die ik aan wil brengen. Ik bedoel ook Quincy, Jamiro, soms Kevin in mindere mate, komen ook eerder in de wedstrijd vaker te pas. Ik denk ook niet dat dat nieuw is dit jaar. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Heel ver in een ver verleden heb ik dat ook gedaan in Dordrecht. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat ook, laten we ze de starters noemen, of de spelers die meer spelen, gemiddeld gesproken, dan anderen. Daar geheel achter staan, compleet begrijpen. En ik vind dat enthousiasme van die mannen, als ze dan op de bank zitten, ook bijzonder belangrijk. Dat is een teken van goede teamchemie, in ieder geval de spelers onder elkaar. Ik denk dat het belangrijk is, zo breed mogelijk. Kijk, die mannen waar we het over hebben, trainen, zoals jij net al zei, in die trainingen tussen kerst en oud en nieuw, altijd hard. En als de mogelijkheid zich voordoet, verdienen zij ook speeltijd. Mooi dat je dat even opbrengt. Het enthousiasme van de spelers op de bank, als wie dan ook speelt. Een voorbeeld, Kevin Jonathan maakte zijn eerste score in een eredivisiewedstrijd afgelopen week. En dan zie je dat het team echt behoorlijk uit zijn dak gaat. Leuk om te zien, vind ik dat. Ja, ik denk dat er zal ongetwijfeld de enige animositeit, nee, dat is een groot woord. Maar het is ook logisch dat niet iedereen, misschien de coach of de coachingstaf, altijd de leukste mannen binnen het team vinden. Dat is allemaal heel normaal. Maar ik denk van spelers 1 tot en met 13, dat de sfeer heel erg goed is. Zoals ik al eerder zei, terugvallen op hetzelfde woord, een goede teamchemie is. De een de ander ook dingen gunt. En ik denk dat dat belangrijk is. Ja. En terugkomend op Kevin. Dat was voor jullie te zien op het veld. Ik was me daar niet eens bewust van, moet ik eerlijk zeggen. In de wedstrijd, maar in de kleedkamer werd dat duidelijk. En ook voor mij werd dat duidelijk. De mannen hebben dat nog even
gevierd is weer groot woord, maar in ieder geval benadrukt in de kleedkamer. En terecht. Okay. Ja, terecht. Een beetje af. Kevin werkt altijd hard. Is er als hij er kan zijn. Heeft natuurlijk een studie naast zijn professionele basketbalcarrière. En werkt zich in de rondte iedere keer als hij er is. En wat is vader? Hij is er vaak. En dan is het leuk als hij dat zo bekroond ziet met in ieder geval zijn eerste punten. Laten we hopen dat er meer punten op volgen. Precies. Je zei net 1 tot en met 13. Mm-hmm. Er is een extra speler bijgekomen in de trainingen. Lucas Kruithof. Ja. Is het de bedoeling dat hij ook aansluit bij de wedstrijdselectie? We hebben Lucas al een tijdje op onze radar natuurlijk. Speelt goed bij DTL en in de promotiedivisie. We hebben dat eerder met de technische staf ook al besproken. Jij weet als geen ander, we hebben vanaf het begin van het seizoen in augustus bijna dag na dag wedstrijden gehad. En dan is dat lastig soms dingen in te voegen. Dit leek ons een goed moment. Voor kerst is Lucas volgens mij begonnen. Intelligente speler met een skillset die ertoe doet, kan ons helpen op de trainingen. Of dat dan zich ook ontwikkelt in speeltijd dit seizoen. Moeten we nog kijken, dat weet ik nog niet exact. Dat is ook iets, een dingetje dat bespreekbaar gemaakt moet worden. En ook met hem hebben we ook nog niet gedaan. We hebben eerst initieel gevraagd om mee te komen trainen. Pikt zaken heel snel op, intelligente speler. Dus wie weet, ook goed gespeeld in de beker tegen onze tegenstander van zondag. Dus dat alles bij elkaar opgeteld hebben we gevraagd om mee te komen doen. Ja, leuk. Je gaf het al aan, tegenstander van komende zondag, de Heroes. De voorbereiding is deze week, je gaat er nu mee beginnen. Wat zijn je aandachtspunten om deze wedstrijd te kunnen winnen? Ik denk dat het grootste aandachtspunt vanzelf komt. En dat is de intensiteit die we moeten brengen vanaf seconde 1. Dat heeft ons de afgelopen wedstrijden wat moeite gekost, laat ik het zo voorzichtig formuleren. Ik denk dat dat automatisch komt en als wij dan met hoge intensiteit en concentratie de dingen uitvoeren die wij als team in de training doornemen, ik denk dat dan veel dingen op hun plaats gaan vallen. Dus dat is 1. Tactisch gesproken zijn er natuurlijk wat aandachtspunten bij de tegenstander. Goede spelers, individuele goede spelers, spelen ook goed samen. De paas, de assist-turnover ratio bij Den Bosch is goed verzorgd. Verdediging is goed verzorgd. Ik denk dat daar ook een goede teamchemie heerst op dit moment. Dat is ook lastig natuurlijk. Andersom als je nog geen wedstrijd verloren hebt in de B-Next. Dus we hebben een flinke kluif zondag. En de toeschouwers thuis. Ik hoop dat op de livestream, dus op het scherm thuis, dat allemaal goed overkomt zondag. Komende week is al een stevig weekje. Zondag dus de wedstrijd Heroes. Dan wordt het dinsdag gereisd naar Rusland. Mm-hmm. Donderdag gespeeld. Vrijdagavond laat terug. Zaterdag wedstrijd tegen Den Haag. Zondag wedstrijd tegen Den Haag voor de beker. Dat is nogal wat. Hoe ga je ermee om, denk je? Ja, jij zegt Rusland. Rusland is natuurlijk een groot land. Nou ja, niet zomaar, achterin Rusland. Achterin Rusland. Het is een reis van grote orde. Dus eerst, ik geloof, 3,5 uur naar Moskou. Dan, geloof, 2,5 uur layover. En dan nog een keertje 2,5 uur verder naar diep in Siberië. het is wat het is. Ik bedoel, het nadeel daarvan is dat op die dinsdag we niet kunnen trainen. We zijn gewoon de hele dag onderweg, ook met het tijdsverschil erbij. Van 4 uur. Ze kunnen dinsdag niet trainen. Maar we zijn gelukkig een dag eerder weggegaan dan we normaal weggaan voor uitwedstrijden in de Europe Cup. Dus dan zijn we er woensdag, kunnen we 2 keer wat doen. Fysiek wat doen, mentaal wat doen in de vorm van video. En dan donderdag shoot-around en kijken of we in Perm ik wil niet zeggen voor een verrassing kunnen zorgen, maar een mooi resultaat. Een mooi resultaat kunnen zorgen. Ja. Nou, eerst zondag en daarna zien we alweer. Maar succes met deze stevige week. Ja, dank je. Hebben we nodig. Dank je.